tekeningen van de Hoop, het nieuwe hospitaal kerkschip voor de Nederlandse Stichting ter Behartiging van de Belangen van Zeelieden, werden kortelings op hout overgebracht. Dat gebeurde in het scheepsbouwkundig laboratorium van de Technische Hogeschool in Delft, waar modellen van schepen op zeewaardigheid worden onderzocht. De bouw van zo'n model is een secuur werk. De miniatuur De Hoop werd vervaardigd op een schaal van 1 op 30. Het model werd op vakkundige wijze bijgewerkt en met behulp van mallen gecontroleerd om vast te stellen of het precies overeenkomstig de tekeningen was. En toen kon het scheepje te water gelaten worden in de sleeptank van het Delftse laboratorium, waarin men tracht na te gaan hoe het echte schip zal reageren. Het was eerst rustig water in dat 40 meter lange proefkanaal. Maar de Hoop zal ook door zware zeeën moeten en daarom werd de golfopwekker in werking gesteld. Er ontstond een woelige zee met golven zoals bijvoorbeeld de Noordzee die heeft bij harde wind. Een schip voor zeelieden moet dat kunnen hebben. En de miniatuur De Hoop redde het dan ook zonder ten onder te gaan. Voor deze eerste proefneming met een scheepsmodel in golvend water zullen de Delftse ingenieurs 6 weken lang De Hoop laten varen. En dat geeft een hoop werk daar in Delft.